De arbeidsovereenkomst van SLM-directeur Robbie Lakshmi Singh wordt na 3 april niet verlengd door de aandeelhouder. Dit is hem afgelopen zaterdag per brief meegedeeld. De SLM-directeur is de afgelopen dagen negatief in de media verschenen. Hij wordt nalatigheid verweten omdat hij niet in voldoende mate heeft opgetreden bij misstanden bij het beladen van vliegtuigen. Of dat de reden is van zijn plotselinge ontslag is niet aangegeven in de brief. Lakshmi Singh wil graag tot 2020 aanzitten als directeur van de SLM, omdat hij de lopende projecten wil afronden. Hij benadrukt dat zijn plotselinge ontslag wel consequenties kan hebben voor het bedrijf. Aanvechten. Je hebt toch getekend in de tijd dat je accepteert een verlenging van je overeenkomst tot 3 april. Dus ik zal onredelijk zijn om te zeggen, ja, maar ik wil langer blijven. Ik mag wel vertellen wat de consequenties zijn van in dit geval deze directeur op deze manier weg te sturen. Wat zijn de consequenties voor het bedrijf? Dat kan ik onder de aandacht brengen van de raad, van het publiek. Wat zijn de consequenties? Omdat je me niet bijna anderhalf jaar, 1/3 jaar kan laten werken en niet zorgen van iemand die me gaat opvolgen. Als je nu op dit moment een wildvreemde binnen zal brengen, ben ik zeker van dat je stagnatie gaat krijgen. En dat bedrijf is op dit moment in een soort sneltreinsituatie waar vliegtuigen vervangen moeten worden, waar besluiten moeten worden genomen waarover we al maanden praten. Lakshmi Singh blijft erbij dat de SLM veilig vliegt. De berichten die zijn gepubliceerd geven volgens hem niet de juiste informatie. Dat een piloot een vliegtuig gaat instappen en meenemen en wegvliegen als het niet veilig is? Dat denkt u toch niet? Ik heb gezegd, vraagt u aan de piloten dan. Vraagt u aan CASAS. We hebben een waakhond CASAS. Toch? Vraagt u aan CASAS of het richtig plaatsvindt. We hebben een controle gehad van IOSA. IOSA is een IATA-erkend bedrijf dat kijkt of je hele technische dienst, afhandeling, noem maar op, of dat goed in place is. En ze hebben dat goed bevonden. Tot 2019 zijn we gecertificeerd, IOSA. Als we niet gecertificeerd zijn, worden we uit de IATA geschopt. Aldus SLM-directeur Robbie Lakshmi Singh over het niet verlengen van zijn arbeidsovereenkomst. De overeenkomst loopt tot en met 3 april 2018.